Wat een lekkere auto. Beetje primitief, maar... het is super vermakelijk. En daar gaat het onder de streep eigenlijk om bij een performance auto. Welkom bij deze Autovisie-vlog. Mijn naam is Peter Hillhorst en vandaag heb ik onder mijn rechtervoet het gaspedaal van een spraakmakende klassieker of een bijzondere youngtimer. Rij mee met Peters Proefrit. Met 700 Newtonmeter was het de sterkste station van zijn tijd. Het is de Mercedes-Benz E55 AMG Combi. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Peters Proefrit. Met vandaag tussen Mercedes-Benz E55 AMG Combi. Het koppelmonster waar de concurrentie geen antwoord op had. Deze AMG is op basis van de derde generatie E-klasse. En die is geproduceerd tussen 2002 en 2009. En die wordt ook wel de W211 genoemd. En deze E55 AMG variant is alleen geproduceerd tot aan de facelift aan het einde van 2006. Toen werd de 5,4 liter supercharged V8 uit deze auto werd vervangen voor een 6,2 liter V8 zonder turbo's en zonder compressor. Die hele bekende enorm grote V8, die ga ik ook nog een keer in de proefrit rijden, maar dan bij voorkeur in de C-klasse. Vandaag dus deze E55 AMG die als combi alleen geleverd is tussen 2004 en 2006. En bij zijn introductie was hij met 700 Newtonmeter sterker dan de BMW M5 en sterker dan de Audi RS6. Maar Mercedes-Benz wist met deze AMG de concurrentie voor het eerst ook op andere vlakken echt partij te bieden. Bij zijn introductie in 2002 was deze generatie E-klasse de meest geavanceerde auto in zijn segment. De ontwikkeling had 4 jaar geduurd en maar liefst 2 miljard euro gekost. En daarmee was het voor Mercedes-Benz op dat moment de duurste auto die ze ooit hadden ontwikkeld. En die innovaties in deze klasse waren onder meer brake-by-wire, dus elektro-hydraulisch bediende remmen. En verder zat hij ook helemaal vol met elektronica. Ja, het was niet de meest betrouwbare en probleemloze E-klasse. Bij de facelift werd er zelfs heel wat elektronica uitgehaald om die auto wat eenvoudiger te maken en wat minder gevoelig voor storingen. En ook roest was een groot probleem bij deze generatie E-klasse. Zoals ik net al zei, deze E55 is alleen voor de facelift geleverd. En dat maakte hem in mijn optiek ook zo gaaf. Het is eigenlijk een hele discrete uitvoering. Die versie van na de facelift, die werd al wat opzichtiger. Die kreeg wat meer spoilers. Maar deze auto is eigenlijk, zeker voor een AMG, behoorlijk subtiel. Hij heeft een wat diepere voorspoiler. Aangezette dorpels. Natuurlijk aan de achterzijde die 4 hele dikke uitlaten. Prachtige 18-inch lichtmetalen wielen. En als je daarin kijkt, dan zie je hele grote geventileerde en geperforeerde remschijven. En die remklauwen op de vooras, die hebben zelfs 8 zuigers om die blokken in die schijven te laten bijten. En dat zijn echt hele serieuze remmen voor deze E-klasse. Ingetogen is niet het goede woord voor deze uitvoering, maar schreeuwerig is het zeker niet. En dat maakt deze auto zo gaaf in mijn optiek. Maar als je hem zo ziet staan in het wit, met deze mooie wielen, met die dakrails erop, met die vergroomde details, ja, dan is het toch een behoorlijk subtiele auto voor een AMG. Maar subtiel is die motor zeker niet. Of van binnen is die eigenlijk ook best wel, ja, gewoontjes vormgegeven. Ja, zoals elke E-klasse, maar het valt natuurlijk wel op dat je een witte tellerunit hebt. Snelheidsmeter die tot 320 km per uur gaat. Het is verder vooral een hele comfortabele en ultra luxe uitvoering van de E-klasse. Er zitten hele fijne stoelen in. Zitpositie is
oké, stuur had iets rechter mogen staan, maar alles is goed te verstellen. Stuur is ook elektrisch te verstellen. De stoelen hebben heel veel instelmogelijkheden en bieden heel veel comfort. Hij voelt eigenlijk als elke andere E-klasse, totdat je dat monster onder de motorkap wakker maakt. Deze E55 liep van dezelfde productieband als de gewone E-klasses. Maar AMG moest er wel voor zorgen dat motor, aandrijflijn, uitlaatlijn, dat die op tijd in het productieproces werden geleverd, zodat die konden worden toegevoegd terwijl die gewoon tussen de E200's op de lijn stond. Nou ja, onder de motorkap ligt dus een 5,4 liter V8 met een compressor. En die motor is gebaseerd op de gewone 5 liter 8 cilinder van Mercedes. Maar die werd opgeboord door AMG tot 5,4 liter. Kreeg compressor en een tussenkoeler. En dat zorgde ervoor dat die V8 een totaal ander karakter kreeg. 467 pk bij 6100 toeren en een maximum koppel van 700 Nm tussen 2650 toeren en 4500 toeren. En bij 1500 toeren had hij al 500 Nm beschikbaar. Nou ja, 1000 toeren, geef ik gas. Ja, 4,7 seconden naar 100 en een topsnelheid begrensd op 250 km per uur. En zou die begrenzer eraf zijn, dan zou die meer dan 300 km per uur lopen. Dit blok lag ook in de SL55 AMG, daarin leverde die 500 pk. En als je dealer wat extra geld toestopte, dan kreeg je die 500 pk ook in deze E55. Hij heeft achterwielaandrijving, hij is gekoppeld aan een 5-traps automaat. 5 trappen maar Mercedes-Benz had op dat moment geen transmissie die 700 Nm aankon. Hij heeft natuurlijk achterwielaandrijving en als je achter de auto staat en er zo onder kijkt, dan zie je de koelribben op dat differentieel zitten. Zodat hij ook bij heel intensief gebruik op de juiste temperatuur bleef. Geen sperdifferentieel, dat werd pas een optie bij zijn opvolger, dus na de facelift. Maar het is een beul van een motor. 1000 toeren, gas. Gaat hij door tot 6400. Ja, automaat. Schakelt eigenlijk snel genoeg, zou ik willen zeggen. Het is niet heel scherp. Het zijn geen tak, tak, tak hoe die door die versnellingen gaat. Maar het is soepel en toch voldoende snel. Je hebt ook knoppen aan de achterzijde van de stuur. Links om terug te schakelen en rechts om op te schakelen. En je kan ook de pook van links naar rechts bewegen om door de versnellingen te gaan. Nou ja, die automaat heeft natuurlijk een makkie met die V8 met zoveel koppel. Ja. Wielspin tot aan 80. Ja, je hoort die compressor een beetje janken. Je hoort die 8-cylinder blaffen, hameren. Ja, het is geweldig. Die beleving is helemaal zoals je van AMG verwacht. En daarna werd het allemaal nog luidruchtiger, nog opvallender. En in deze auto is het nog een soort van beschaafd. Het is een koppelbul die bij vrijwel elke snelheid bereid is om zijn achterbanden te offeren. Ja. Ja, hij is wild. Het koppel hakt op die achteras in. ESP kan niet helemaal uit, maar laat genoeg ruimte om lekker tegen te sturen. En met deze V8 deed AMG voor het eerst echt mee in het segment van de superstations. Binnen maakt hij vooral een hele verzorgde indruk. Het is luxe, het is
comfortabel. Hij heeft luchtvering, hij had standaard luchtvering met variabele dempers. En je hebt drie standen voor het onderstel. Je hebt comfort, je hebt sports 1 en je hebt sports 2. En die onderlinge verschillen zijn behoorlijk groot. In comfort deint hij echt, nou ja, zoals je zou willen in een E-klasse als je gewoon lekker aan toeren bent. In sport wordt hij al wat strakker en in sport 2, sports 2 moet ik zeggen, wordt hij nog stijf. Maar er blijft toch wel behoorlijk wat beweging in dat koetswerk zitten. Besturing, 2,5 omwenteling van links naar rechts. Dat klinkt direct, maar rond de middenstand is hij best wel gereserveerd eigenlijk. Hij is niet super scherp daarom, maar je moet echt een beetje uitslag maken om hem van richting te laten veranderen. Dat zal wel gedaan zijn om ervoor te zorgen dat hij op de autobaan met 250 als op rails rechtuit gaat. Maar het zorgt er ook voor dat hij een beetje zwaarlijvig aanvoelt. Maar er zit geen vaagheid rond de middenstand verder. Er zit echt gevoel in. Goede weerstand. En op de limiet is die V8 heel bepalend in het totale gedrag van deze auto. Bocht in moet je het gewicht van die 8-cilinder zien te managen om ervoor te zorgen dat hij niet te veel over zijn voorwielen gaat glijden. En begint hij over zijn voorwielen te glijden, dan moet je durven op het gas te gaan. Wacht je, dan schuift hij verder rechtdoor. Ga je op het gas, dan komt hij achteras in actie om die neus weer naar binnen te duwen. Dus bocht in ben je het gewicht van die V8 aan het managen om hem uit het onderstuur te houden. En bocht uit ben je de power van die 8-cilinder aan het controleren om hem niet in het overstuur te krijgen. En zo houdt deze auto je bezig. Het is misschien niet zo strak en communicatief en scherp als een M5. Ik heb ook een keer een proefrit gedaan met een M5 V10 Station Wagon. Die kwam weliswaar iets later dan deze auto. Maar deze auto geeft wel genoeg gevoel via het stuur en via het onderstel om het gripniveau te kunnen inschatten. En ja, zoveel koppel. Maar ja, hij schuift heerlijk in overstuur. Maar je merkt wel dat hij, als hij dan in overstuur gaat, hij weegt 1890 kilo, dat je dan met heel veel gewicht onderweg bent. En het gewicht wordt niet optimaal gecontroleerd. Dus als je hem dwars gooit, dan voel je dat gewicht naar het buitenste wiel gaan. Dan veert hij weer uit en dan wordt hij wat onrustig. En dan merk je dat hij zwaar is. Dan merk je dat die luchtvering en die variabele dempers toch altijd wel een laagje comfort bewaren. Ja. Wat een koppelmonster. Maar je kan hem heerlijk tegen het overstuur aanrijden. Insturen, gas erop. En je krijgt meer dan voldoende ruimte om van het overstuur te proeven, om ervan te genieten, om de limieten van deze auto te beproeven. Ja, via besturing, via onderstel, door het weggedrag. Met deze E55 deed AMG voor het eerst echt mee in het performance segment. Deze E55 AMG Combi komt uit 2006, heeft 64.000 kilometer gelopen, staat te koop bij Classic Master in Oud-Gastel en ze vragen €33.950. En daarvoor krijg je een super gave, discrete station met een geweldenaar van een V8 en een uitdagend rijgedrag. AMG liet met deze versie echt zijn klasse zien.